Welkom bij deze speciale aflevering van Breda in Beeld. En u ziet het, we zitten deze keer in een hele statige omgeving. We zitten in het stadhuis in Breda en wel in de trouwzaal. De afgelopen 2 jaar zijn er diverse leden van het Koninklijk Huis naar Breda afgereisd voor allerlei zaken, met name openingen. En in verband met Koninginnedag blikken we in deze aflevering van Breda in Beeld terug in de tijd tot ongeveer 2 jaar geleden. Prinses Laurentien kwam naar Breda en bezocht de NHTV in het kader van handicap en studie. De opening van de nieuwbouw van Avans Hogeschool door prinses Maxima. Het bezoek van koningin Beatrix aan de Hoge Hotelschool van de NHTV aan de Sibeliuslaan. Prinses Margriet opende het nieuwe GGD-gebouw aan de Doornboslaan. In Dorst opende prinses Annette een nieuw tehuis van Stichting PIM. Het eerste internationale filmfestival werd geopend door prinses Laurentien. Opnieuw prinses Laurentien, maar deze keer op het station in Breda tijdens haar treinreis door het land in verband met de lage letterdheid. Kroonprins Willem-Alexander opende de tentoonstelling Woord en Wapen in dienst van de Nassaus in de Grote Kerk. Maar we beginnen met de opening van het Graphic Design Museum aan de Bosstraat in Breda. Er is heel veel te doen geweest rondom dat pand. Er zijn wat stukken gesloopt, er is nieuwbouw geweest en uiteindelijk was het zover. Koningin Beatrix toog naar Breda om de openingshandeling te verrichten. We keren terug naar 11 juni 2008. De opening van het Graphic Design Museum in Breda is een hele gebeurtenis. Want koningin Beatrix komt naar Breda om de officiële openingshandeling te verrichten. Het Graphic Design Museum is gevestigd aan de Bosstraat in Breda, waar de koningin vanuit de John F. Kennedy Laan de Bosstraat in komt rijden. Dit natuurlijk onder begeleiding. De koningin is in gezelschap van burgemeester Peter van der Velde en commissaris van de koningin, Hanja Meiwegen. De vlaggen worden opgemerkt door Hare Majesteit en ook het talrijk opgekomen publiek, waarvan zij een cadeau overhandigd krijgt. Ze loopt door naar de ingang van het museum, waar ze een bos bloemen overhandigd krijgt van de 11-jarige Wendy Wolters. Zij is de uitverkorene van basisschool De Werft. Graag verzoek ik Majesteit met mij de openingshandeling te verrichten. Mag ik u uitgaan? Directeur van het Graphic Design Museum, Peter Rijntjes, verricht samen met koningin Beatrix de openingshandeling. In park Het Valkenberg, waar de mensen op een groot scherm deze handeling konden volgen. De kinderen zijn nog steeds bezig in het Valkenberg met hun grafische uitingen die tot het einde van deze dag duurden. We zijn weer terug in de Bosstraat, waar de koningin zojuist de openingshandeling heeft verricht. Ze krijgt een rondleiding en wordt begeleid door de gastheer en hoofdconservator, professor mevrouw Kleven. Ze lopen door de 6 expositieruimtes die het Grafisch Museum telt. Thank you.
die scherm al gezien. Ook andere mensen bewonderen graag wat deze kinderen allemaal voor moois hebben gemaakt. Hier de receptie, die voor deze speciale gelegenheid in de Beiert werd gehouden. We komen nu weer buiten terecht in de Bosstraat, om een glimp van Hare Majesteit Koningin Beatrix bij haar vertrek op te vangen. Glimlachend en zwaaiend neemt de koningin afscheid van het talrijke publiek en neemt zij afscheid van Breda en het Graphic Design Museum, waar zij de openingshandeling heeft verricht. Op 13 november 2008 bracht prinses Laurentien een bezoek aan de NHTV. Als beschermvrouwe van handicappenstudie wilde prinses een steuntje in de rug geven aan de 75.000 studenten in ons land die een functiebeperking hebben. Voorbeelden hiervan zijn astma, dyslexie en ADHD. We gaan eens kijken hoe de sfeer was bij de NHTV. Dames en heren, collega's, studenten, het is een bijzondere genoegen voor het college van bestuur van NHTV u allen vanmiddag welkom te heten. Dit niet alleen omdat wij als NHTV een heel bijzondere instelling zijn voor hoger onderwijs en onderzoek, maar ook omdat uw bezoek het belang onderstreept dat toegekend moet worden aan het studeren met een functiebeperking. Het aantal hoge opgeleiden in Nederland moet toenemen, van nu circa 25% à 30% naar meer dan 50% in 2020. Dat is essentieel, wil ons land zich in de mondiale economie kunnen handhaven. En mijn vraag aan u is, waarom zet u zich in voor studenten met een functiebeperking? Ik kan me alleen maar aansluiten bij uw woorden en uw woorden als het gaat om de inhoudelijke kant van de zaak. Ik geloof erg in het gelijke kansen hebben. Dat mensen niet het gevoel hebben dat je in een isolement moet leven, dat je moet schamen voor zo'n probleem. Ik zie dat op andere gebieden waar ik werk, zie ik dat natuurlijk ook heel sterk. Dus dat ligt heel erg na aan mijn hart. Ik ben er trots op om beschermvrouw te zijn van handicappenstudie. Met een nieuwe directeur, een goede organisatie. Ik noem een aantal woorden. Het aanjagen spreekt me heel erg aan. En het heel erg oplossingsgericht werken. En te zorgen van we gaan samen moeten die oplossingen vinden. En daar weet ik niet veel meer van af. Maar of dat nou is tussen begeleiders en studenten met een beperking. Of dat nou is tussen studenten ook. En dat gaat ook om begrip tussen studenten, dat mensen met bepaalde beperkingen en chronische ziekte moeten studeren. Dus ik kan alleen maar heel erg achter de slogan scharen en het belang onderstrepen van dat het verschil tussen afmaken en afhaken natuurlijk heel klein is. En dat we ons er allemaal voor moeten inzetten, dat iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien op de manier dat iedereen verdient. Dus dat is het lange antwoord. Als u het korte antwoord zou willen, dan doe het nog een keer over. Maar dat is eigenlijk waarom ik me hier zo achter schaar en voor inzet. Ja. Nou, Marja. Jelle, heel veel complimenten. Ik sta helemaal onder de indruk van de SCT. Ja, fantastisch. Goed, hartstikke goed. Heel veel. Maar. Er is één maar. Sorry. Ja, helaas. Sorry. Ja, heel erg spijtig. Maar niet persoonlijk. Hoor. Vooral niet persoonlijk. Want het gaat wel over jou, maar het gaat natuurlijk over. Volgend je best gewoon een feit. En goed. Alsjeblieft. Ik doe zelf ADDD, gelukkig geen haren bij een hyperactiviteit, maar het beperkt me ook inderdaad niet met mijn functioneren op school, met name stoornissen met concentratie, snel afgeleid. Hoog bezoek aan Breda op 4 december 2008, want prinses Maxima bracht een bezoek aan Avans Hogeschool. Zij opende daar de prachtige nieuwbouw. Er was tevens een mini-symposium waarbij aandacht werd besteed aan de aansluiting tussen het middelbaar onderwijs en de hogeschool.
Prinses Maxima opent de nieuwbouw van Avans Hogeschool. Ze wordt ontvangen door burgemeester Peter van der Velde, commissaris van de koningin Hanja Meijwegen en voorzitter en raad van bestuur van Avans Hogeschool, de heer Koopman. Bij binnenkomst wordt prinses Maxima rondgeleid door student Dennis van Akkeren. Zij gaan samen door de belevingswereld van de zoekende student. We zijn hier op de Avans Hogeschool waar prinses Maxima zometeen de officiële opening gaat verrichten van het nieuwe gebouw. Ze bezoekt eerst het mini-symposium, die gaat over de aansluiting tussen het middelbaar onderwijs en de hogeschool. En daarna heeft ze een rondleiding door het leer- en werkcentrum Exploren. Binnen deze muren gebeurt dus heel veel. En als het goed gaat, het gaat ons goed, vorig jaar 25% meer studenten dan wij erop gerekend hadden. Dit jaar dat vastgehouden plus 600. Het gaat goed. Dan mag je een feestje vieren. Nou, dat feestje is vandaag. Fijn dat u erbij bent. En ik ga Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima vragen om hier die handeling te verrichten. In de plaza verricht Maxima de openingshandeling samen met de heer Koopman, waarna een muzikaal spektakel losbarst. Bezoek van koningin Beatrix aan onze mooie stad. Hare Majesteit bezocht op 17 december 2008 de vernieuwde locatie van de Hogeschool NHTV Breda aan de Sibeliuslaan. In deze locatie zijn de Hoge Hotelschool Breda en de opleiding Real Estate and Facility Management ondergebracht. De opleiding is geheel Engelstalig. Koningin Beatrix opent de nieuwbouw van de Hogere Hotelschool, de NHTV. Bij aankomst van koningin Beatrix aan de Sibeliuslaan in Breda werd ze ontvangen door een haag van studenten die de koningin een warm onthaal gaven door middel van een langdurig applaus. Ze werd begeleid door Hans Uiterwijk, voorzitter college NHTV en René Hermans, academisch directeur Hogere Hotelschool NHTV Breda. Bij aankomst in het restaurant werd de muziek verzorgd door een pianist. Op deze locatie waren buitenlandse studenten aanwezig die uitleg gaven aan koningin Beatrix over hun opleiding
en hoe de NATV met de studenten omgaat. Deze studie is geheel in het Engels. All second year students have to go on a 6-month placement to either Australia, China, South Africa, with name but a few. Besides that, we have a field trip each year to a European city, and if you want to gain more international knowledge, there's also an exchange program for one semester at one of our 14 other universities. And finally, we have a double degree program which enables students to go abroad to one of those to one of those universities to gain the NHTV diploma as well as the diploma of the other university. Can you spend part of your study at the other universities or not? Yes, we can for one semester. Those that are recognized by the prison. Have you tried it? No, not yet. Okay. You're going okay. To? Yes, I still have my placement, so I haven't. Okay. Where are you going? Australia or China? I don't know yet. Probably Spain. He maybe invite you over to have a look at the map of the world. Which you can see. I get a little closer? Yes, of course. We have visualized our activities throughout the world. You will find the partner universities. Interesting. Yeah. So, even from Russia or at least Ukraine, where we can. Bij het vertrek werd de koningin aangenaam verrast door de 9-jarige Pim, die Oranje Boven op zijn trompet speelde. De koningin uitte haar waardering door de jongen een compliment te geven. Aan de Doornboslaan was ooit het energie- en waterbedrijf gevestigd. Jaren later is het gebouw gesloopt en daarvoor in de plaats is op de hoek van de Nieuwe Kaardijk en de Doornboslaan nieuwbouw verrezen. Na de oplevering heeft de GGD haar intrek genomen in het nieuwe pad. Op 5 februari 2009 werd de opening verricht door prinses Margriet. Prinses Margriet opent de nieuwbouw van de GGD aan de Doornboslaan in Breda. Bij aankomst wordt de prinses vergezeld door commissaris van de koningin Hanja Meiweggen en burgemeester Peter van der Velde. Voordat de officiële openingshandeling werd verricht door prinses Margriet, was er eerst een toespraak van de heer Meijer, raad van bestuur van de GGD. Ik neem een afscheid van de Schorsmolenstraat. Voor een keuze, met de keuze voor een nieuw pand voor de medewerkers heeft het bestuur uiting gegeven aan haar waardering voor hun inzet in het publieke domein. De verbinding tussen de werkwijze van de GGD en de wens van de gemeente wordt elk jaar verder verbeterd. De GGD wordt steeds meer de gezondheidsdienst van de gemeente. Dit is de wens van het bestuur, maar het doet deugd dat deze wens ook steeds beter wordt gerealiseerd en dat we steeds beter die contacten krijgen. Vervolgens onthult de prinses een kunstwerk van kunstenaar Cor Lintjes. Zijn beeld staat symbool voor de open deur.
Daarna volgt een rondleiding die begint aan de achterzijde van het gebouw, waar een ambulance is ingericht met speciale voorzieningen. Hier zit de klassieke afdeling zeer gezond gezorgd en algemene gezondheidszorg. Ja. Dat hebben we veranderd, want dat is ook allemaal op deze afdeling. Ja. Hier wordt vooral projectmatig gezorgd. Als laatste brengt ze een bezoek aan de afdeling jeugdzorg, waar mevrouw Schouten uitleg gaf op de door prinses Margriet gestelde vragen. In relatie met het elektronisch kinddossier, waar we hiermee gestart zijn. Het aanhaken aan een lokale verwijsindex. Ik vind dat het, als het Koninklijk Huis op bezoek is in Breda, moet je dat met een goede stijl doen. En wat me wel opvalt is dat de gesprekken, de ontmoetingen die zij hebben met de mensen uit de samenleving, die zijn allerhartelijkst en ook heel spontaan. En dat vind ik gewoon wel heel belangrijk. Prachtig, dank u wel. Dank u wel. Oh, kijk wat leuk. Ja, dank u wel. Zo, nou, dank u wel. Het was een heel genoeglijk en ontspannen bezoek. En ik vind dat de mensen van de GGD, de medewerkers, het geweldig gedaan hebben. Allerlei toelichtingen waar ze mee bezig zijn qua werk. En ja, de prinses was daar zeer in geïnteresseerd. We verlaten Breda voor een korte tijd, want de aandacht is gevestigd op de Babelstraat in Dorst. In maart vorig jaar opende prinses Annette een nieuw tehuis van Stichting PIM. Dit is een initiatief in 2006 opgericht door en onder toezicht van ouders van 8 meervoudig gehandicapte kinderen. We gaan naar Dorst voor een sfeerimpressie. We zijn hier aan de Babelstraat in Dorst, waar prinses Annette de nieuwbouw voor meervoudig gehandicapte kinderen van Stichting PIM komt openen. Het tehuis biedt aan 8 meervoudig gehandicapte kinderen uit de plaatsen Oosterhout, Teteringen, Dorst en Breda een thuis. Ze wordt met bloemen ontvangen door de heer Van der Veer, die initiatiefnemer is van de Stichting PIM, en de lokale burgemeester, die tevens een toespraak houdt. Daarna volgt de officiële openingshandeling. Prinses Annette knipt samen met de toekomstige bewoners van het huis het lint door. Okay. Daarna krijgt zij een rondleiding door het huis van Stichting PIM. Het huis heeft onder andere een gezamenlijke woonkamer en 8 slaapkamers. Iedere kamer is uitgerust met camerabewaking. Niet alleen binnen was er van alles te zien. Buiten is een grote speeltuin waarbij de speeltoestellen erop zijn gericht om de zintuigen te prikkelen. Als afsluiting van de dag werd er bij de schommel een groepsfoto gemaakt. Met de kinderen en de ouders en de prinses. In maart 2009 was het zover. De eerste editie van het International Film Festival Breda. Prinses Laurentien toog hiervoor naar Breda om de openingshandeling te verrichten. Op de eerste avond ging de speelfilm The Reader met Kate Winslet in première. Voor prinses Laurentien als beschermvrouwe van handicap en studie was deze film een schot in de roos. In de speelfilm The Reader staat voorlezen centraal. Prinses Laurentien, die via de Rode Loper het eerste internationale filmfestival betreedt en een interview heeft met Birgit Verhoeven van Stads TV Breda. Wat verwacht u van deze film? Heel veel tranen. Net zo goed als boek. Dat is net zo goed als het boek. En ik heb in ieder geval een zakdoek bij me. Want
ik hou nogal snel bij films, maar en ik weet ook hoe ontroerend deze film is, dus ik kijk er echt naar uit. Ja. Wat is het voor u? Nou, ik heb het boek niet gelezen, maar ik begrijp dat het heel ontroerend is en dat het een hele mooie film is. Dus ik kom niet zoveel naartoe om films te kijken, dus ik vind het een hele mooie gelegenheid. Ga je vaker naar de bioscoop? Helaas nou, niet meer zo vaak. Nou, vroeger heel veel, maar dat schiet er nu eigenlijk een beetje bij in. Ja. Veel plezier. Dank je. Ja. Wat vindt u ervan dat dit grote filmfestival in Breda wordt gehouden? Geweldig. Het is natuurlijk in de aanloop naar 2018 Europese culturele hoofdstad. Is natuurlijk geweldig. En het is mooi om hier in Brabant dit te hebben. En zo'n eerste filmfestival is natuurlijk heel bijzonder. En het is heel mooi om mee te zijn. Een hele bijzondere film om mee te beginnen. Oké, dankjewel. We zijn hier vanavond natuurlijk vooral om een hele bijzondere film te zien. Ik ook. Maar daarnaast hoop ik dat wij nog eens goed op ons netvlies krijgen dat we lezen en schrijven niet voor lief kunnen nemen. Alleen al dat bewustzijn helpt het taboe te ontlaaggeletterdheid te doorbreken. En juist dat is zo nodig. Pas als wij de onzichtbaarheid van het probleem doorbreken, kunnen we het structureel en omvangrijk aanpakken. Om literatuur toegankelijk te maken, ook voor degene voor wie lezen en schrijven een grote opgave is, heeft Stichting Lezen en Schrijven 2 jaar geleden het initiatief genomen om een bijzondere boekenserie te ontwikkelen, Leeslicht. Vandaag begint de Leeslichtmaand, waarin de uitgeverij Eenvoudig Communiceren 4 verschillende boeken zal uitbrengen in deze serie. 1 daarvan is De Voorlezer. Dit boek komt voort uit een inspirerende samenwerking van Stichting Lezen en Schrijven met Benelux Film Distributors, het internationale filmfestival in Breda en uitgeverij Cossé. Heel veel dank aan u allen voor uw inzet en betrokkenheid om dit mogelijk te maken. En voordat het doek echt opgaat, geef ik heel graag de eerste exemplaren van deze leeslichtversie van De Voorlezer aan 2 hele bijzondere mensen die hier vanavond aanwezig zijn. Hendrik de Kubber en Marlene Smeets, 2 alfabetiseringsambassadeurs, voormalig laaggeletterd. Dank voor uw aandacht en ik wens u allen een hele bijzondere avond. Dank u wel. Opnieuw een bezoek van prinses Laurentien aan Breda, maar deze keer kwam ze niet verder dan het NS-station. Ze bracht tijdens haar treinreis door het land een uurtje door in onze stad om aandacht te schenken aan de laaggeletterdheid. Op een station sprak de prinses met enkele mensen die hadden leren lezen en schrijven. We keren terug naar 8 september 2009. Laurentien is zojuist met de auto aangekomen en wordt ontvangen door burgemeester Peter van der Velde en commissaris van de Koningin, Hanja Meijbeggen. Ja. Het zakelijk van het Kellebeek College. Aangenaam, fijn dat u er bent. Ja, goed Kellebeek College. Wat mooi. Oh, ik zie dat hier de kleedverdiening. Ja, ja, natuurlijk, hè, met een bekende foto erop. Mooie ambassadeurs. Ja, en bijzonder goed werk nu voor ons. Ja, geweldig. En dan de docenten. Sorry, ja. Dag. En ik denk dat jij de beste jou. Ja, dag. Ik vind zichzelf aan voorstellen. Onze leerling, ja, want daar gaat het om. Hallo, ja. Dag. Dag. Ik weet ook niet. Ik ook niet. Fantastisch. Ja, ik vind het leuk dat je hier bent. Ik ook. Dat is toch geweldig. Ja. Fantastisch. Ja. Het is zo. Van het doel best bevallen. Ja. Wat goed. Hoe lang ben je er? Ik ben nu 3 jaar bezig. En het gaat goed? Ja, het gaat goed. Ja. In het begin was het moeilijk, maar het gaat steeds beter. En ook het gevoel van, wauw, ik kan meer en meer. Ja, ik kan er meer met de maatschappij mee. Ja. Ik blijf niet echt hangen. Ja. Dat is het. Ja. Nou, wat een begin van de dag. Ja, echt geweldig. Kunnen wij ook, hè, met z'n allen. Ja. Voor de eerste keer. En ze hebben niet. Hoe schoon doe ik het dan voor? Dat doet het. Het is ook een land. 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 Het is
Ik ben altijd zo slecht geweest om op het bord te schrijven. Deze borden worden over het hele station verspreid. Dus die blijven niet hier, maar die gaan naar een hele centrale plaats op de hele terminal. Misschien kunt u dat op geen wat mooier overschrijven. Ja, hoor, ik vind het mooi aan het geven. Ja? Het is nauwelijks leesbaar en ik heb het nooit op het bord gedrukt. Ja. Maar goed. Als u nou als doel zet, dan is dat op een gegeven moment helemaal alleen kunt lezen. Ja. Ja? Ja, ja. Probeer ik. Ja. En als u niet kunt lezen, zegt u van nou, omdat de handschrift te slecht is. Ja. Te zeggen van, ik ben niet de enige met dit probleem. En dat afgezien van uw eigen persoonlijke inzet is het ongelooflijk wat u doet voor heel veel anderen die u echt als een voorbeeld zien. En ik zei al, er zijn twee helden, namelijk uw baas die het spreekbaar maakt en u zelf, dat u dit zelf ook gaat ondernemen. En dat is ook echt waar het deze week om gaat, om open kaart te spelen. Dus echt heel erg hartelijk dank voor deze dames en heren, ik wil toch graag namens het gemeentebestuur van Breda, maar nog veel meer namens alle inwoners en vele mensen in deze regio, u in het bijzonder dankzeggen, niet alleen voor uw aanwezigheid hier, maar voor uw enorm engagement en betrokkenheid bij dit vraagstuk. Want mede door u wordt dit bespreekbaar gemaakt en wordt er gesproken en zijn mensen ermee doende. Dat compliment wil ik ook aan jullie maken, want jullie doen het. En dat doen jullie op een indrukwekkende wijze, die ook voor ons een heel groot en inspirerend voorbeeld is. Ik hoop dat uw tournee weer de zaak verder openmaakt, bespreekbaar maakt, want we realiseren ons nog niet altijd hoezeer dit vraagstuk nog groot zich manifesteert. Enige maanden geleden was u bij het filmfestival, bij de Rieden, de voorlezer, een indrukwekkende film, maar ik merk dat u alsmaar meer inspiratie krijgt om met elkaar er iets van te maken. In Breda proberen wij het ook bespreekbaar te maken, aandacht te geven. Het ROC doet dat op een bijzonder actieve wijze. En na dit bezoek bij het bijzondere station weet ik dat wij in sneltreinvaart daar met elkaar verder moeten gaan. En ik wil tot slot u een hele goede reis wensen. En aan jullie zou ik willen zeggen, compliment, geweldig, ga zo door. En ik ben ervan overtuigd dat velen trots zijn, maar jullie laten iets zien wat velen zullen doen volgen. Dank u wel en u een hele goede verdere reis. Prinses Laurentien vertrekt weer met de trein naar de volgende bestemming. Want ze doet meerdere steden aan in Nederland. Als laatste in deze reeks een terugblik op het bezoek van prins Willem-Alexander in januari dit jaar. De kroonprins opende de tentoonstelling Woord en Wapen in dienst van de Nassaus in de Grote Kerk in het hartje van de stad. Tijdens de opening werd de zwaarste klok van de Grote Kerk geluid. De tentoonstelling werd gehouden ter ere van het 600-jarig bestaan van de Grote Kerk. Kroonprins Willem-Alexander was zichtbaar onder de indruk van deze tentoonstelling. Oh, zo'n mooie oude kerk, mooie tentoonstelling, maar zeker mooi. Ja. Hallo, goeiedag. Ik vind het fijn dat u vandaag hier in ons midden wilt zijn. Graaf Engelbrecht was, en zo komt vandaag alles echt samen. Niet alleen de eerste Nassau in Breda. Hij was ook degene die opdracht gaf voor de bouw van de Grote Kerk in 1410. En daar staan wij graag uitgebreid bij stil in dit jaar. Want de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk hoort bij Breda. Sterker nog, het is het beeldmerk van Breda. En het monument in ons prachtig oude stadshart. Uit handen van de burgemeester van Breda kreeg Willem-Alexander namens de gemeente Breda een cadeau aangeboden. Een miniatuur van de Grote Kerk.
daar gaan we. In het bijzijn van voorzitter van de Stichting Grote Kerk, Willem van der Hoeven, en gastconversator Walter van der Garden werd de expositie geopend. En is kroonprins Willem-Alexander de eerste die deze tentoonstelling bezocht, onder begeleiding van Walter van der Garden. Nou, toen we aan het zoeken waren naar onderwerpen die we in deze tentoonstelling, die ging over de hervormde periode, dus over de 17e en de 18e eeuw, zeg maar, kwamen we op de predikanten waar we over wilden spreken, die in die tijd hier op de kansel hebben gestaan, en op de militairen, en dat zijn er nogal veel, bleek, die hier in de kerk begraven zijn. Breda, van oudsher de stad van het Nassaus, waar de basis ooit werd gelegd voor ons koninklijk huis. Uit mijn hoofd zeg iets van 4 of 5 generaties Nassaus hier gehad. En de 6e generatie, René van Chalon, die heeft dankzij zijn oom de titel van Prins van Oranje verworven. Hij zei dat het een fantastische kerk was en ook vast een fantastische tentoonstelling was. En ik denk na afloop dat dat ook zo was. Hij heeft het echt heel interessant gevonden, heeft ook veel vragen gesteld en heeft er de tijd voor genomen. En was in alle verhalen die ik vertelde heel erg geïnteresseerd. Het vertrek van kroonprins Willem-Alexander werd de zwaarste klok van een grote kerk geluid. Dit wordt alleen gedaan voor speciale gelegenheden. Daar staat Van der Velde, de burger. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Breda in Beeld, met speciale aandacht voor de koninklijke bezoeken aan Breda in de afgelopen 2 jaar. We hopen dat u genoten heeft en graag tot de volgende keer. Deze uitzending kunt u meerdere keren bekijken bij StadsTV en wel op vrijdag, zaterdag en zondag op de onderstaande tijden. Heeft u een reactie op deze uitzending, wij ontvangen ze graag van u. Het adres is bredainbeeld@stadstvbreda.nl.